Het was duidelijk een verkooppraatje. De historische toespraak vanavond van koning Willem-Alexander voor de Verenigde Naties. Hij pleitte voor een tijdelijke zetel voor Nederland in de Veiligheidsraad. Daar worden alle belangrijke besluiten genomen. Het was voor het eerst dat een Nederlands staatshoofd het woord voerde voor de volledige VN. I have the honor to welcome to the United Nations His Majesty Willem-Alexander. Vlak na Poetin en Obama voert Willem-Alexander het woord. Je krijgt voorrangsbehandeling als je je koning stuurt. Omdat de koning een symbolische rol heeft in de Nederlandse democratie, geeft hij niet vaak een speech in een politiek forum. Maar hij is hier om ons land aan de man te brengen. The Kingdom of the Netherlands believes in the power of empathy and dialogue. It is not always the loudest voices that speak the deepest truths. In fact, it is often the small member states that show us the way forward. De Nederlandse regering is al maanden bezig met een openlijke campagne voor een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Het is een inhoudelijke campagne. We kijken met realisme naar de Verenigde Naties, niet met cynisme. We hebben voorstellen op het terrein van vredesoperaties, op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. De koning noemde ook het werk dat hij en Maxima verrichten voor de VN. For my wife and me, this has a very personal significance. My wife remains his special advocate for inclusive finance. Willem-Alexander wees op de grote bijdrage van Nederland aan vredesmissies en het feit dat het internationaal gerechtshof in Den Haag zit. Kortom, stem op ons, help Nederland de Veiligheidsraad in. Ja, en in New York, bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties, is correspondent Erik Mouthaan. Erik, hoe deed de koning het? Het was een krachtig pleidooi van een koning die niet bang is om zijn eigen positie te gebruiken om Nederland aan de man te brengen. En Willem-Alexander lijkt daar in mijn optiek althans iets sneller toe bereid dan zijn voorganger koningin Beatrix dat was. En wat verder opvalt, ja, andere landen gaan misschien iets subtieler te werk, iets meer achter de schermen. Nou, Nederland zegt, we hebben een goed verhaal en we halen het grote geschut tevoorschijn om het te vertellen, de koning. Ja, precies. Nou, de koning dan haalde aan het eind van zijn toespraak ook nog even de ramp met MH17 aan. Hoe zit dat precies? Ja, Willem-Alexander noemde dat een open wond en sprak over het leed dat heel veel Nederlanders voelen. Afgelopen zomer hield Rusland hier bij de VN de vorming tegen van een tribunaal om de daders te berechten. Nederland en de andere MH17 landen overwegen nu een eigen rechtbank op te richten. Maar koning Willem-Alexander wees nog eens fijntjes op dat vlak na de ramp alle lidstaten gezegd hebben dat de daders verantwoordelijk moeten worden gehouden. En die opmerking leek gericht aan het adres van de Russen. That resolution is very clear. It demands that those responsible for this incident be held to account and that all states cooperate fully with efforts to establish accountability. Erik Mouthaan in New York, dankjewel voor nu.